Ik ben daar trouwens ook benieuwd. Ik weet niet of jullie dat allemaal ook hebben gehoord van Voetbal Insight. Wat er allemaal aan de hand is. Super tof, kijk naar Gloeneel Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik zet lekker radiusje aan. Dat is even lekker. En het is weer pokkers benauwd weer. 30 graden. Jee. Nou, ik zit niet echt op te wachten. Dat is tot vrijdag, dus tot morgen. En ik was toevallig, dat was ik ook vergeten te zeggen, hadden we met jasmijn over. De zonnebrand. En dat is natuurlijk al nu natuurlijk wel belangrijk. Dat je wel goed in gaat smeren. Nou, ik heb ook zonnebrand. Maar er staat dat het voor 12 maanden is. En deze had ik op vakantie toen ik naar Spanje ging. Dus deze is niet meer goed. Nou, volgens mij wel goed. Maar het gaat niet goed. Is niet meer zo sterk als het begin. Maar ja, dus ik moet vandaag ook even nieuw kopen. Dat ga ik sowieso doen. Nieuw kopen. En wat ik ook ga doen is vandaag even eten halen voor vanavond. En gelijk denk ik ook van morgen. En dan waarschijnlijk in de weekend vanavond zaterdag ga ik ook nog even eten halen. Ja. Ja, ik doe het altijd per dag. Ik vind het makkelijker. Dan kan ik er goed makkelijk over nadenken wat ik kan eten. Of het gaat lukken en zo, noem maar wat. Dus ik ga nu maar even lekker koffie zetten. En dan achter dingen achter de. Editen achter de computer dadelijk. Mijn koffie is op en ik ben klaar met editen. Dus ik ga dan even het tweede bakje koffie zetten. Ongelooflijk doen, maar weer. Ik heb de hele tijd neigingen. Maar omdat het nu zo warm weer is, heb ik nu de hele tijd neigingen om gewoon rolgordijn open te zetten. Terwijl het jou open is. Oh my god, dat ben typisch ik. Op de zonnescherm eigenlijk nu in mijn hoofd te doen. Heb ik nu neiging naar. Maar ja, maakt niet uit. Ga even een tweede bakje zetten. Net klaar met editen. En wat is een naar gevoel om eigenlijk beelden te zien van vroeger van thuis als in mijn vlog is geweest. Laat even weten in de reactie wat jullie van vinden. En ja, ik ga nu maar even mijn haren kammen. Moet ook even gebeuren. Ik was gisteren vergeten. Heel slim, maar oké. Zo. Nou, kom op haren. Ik wil aan mijn zijkant niet meewerken. Dat zal wel. Maar ja. Nu ga ik even lekker bakje koffie zetten. Ik ga het even zo trekken. Echt, de plekste is een lekker bakje pleur. Noem het al bakje pleur. Dat is echt gewoon typisch Den Haags. Hoe ze dat uitspreken. Een bakje pleur. Voor groeien een mug. Ja, hoe kom ik beter dat hoe dat Den Haag komt. Vroeger, misschien heb ik dat al eens een keer eerder verteld, maar voor de zekerheid vertel ik nog een keer. Mijn vader is Den Haag geboren. Van Den Haag is hij naar Boskoop toen verhuisd. Toen gingen ze in Hannemann. Hebben ze nog ook in Alphen gewoond? Dat weet ik ook nog vroeger. Eigenlijk is mijn vader ook heel veel, best wel veel verhuisd, eigenlijk als ik zo nadenk. Ik ben maar 2 keer verhuisd. Nee, 1 keer verhuisd. Dat was van mijn oude huis naar hier. Dat is het enige wat ik verhuisd ben. Eigenlijk meer om mezelf. Maar ja. Dus. Maar dan ga ik nu even lekker koffie zetten. En ik ga even ook gelijk bedenken. Wat ik eigenlijk vanavond ga eten. Oh. Ik weet niet of jullie dat ook altijd moeite mee hebben. Van wat ga je. Vooral als je op jezelf woont. Van wat ga je eten? Wat kan je eten? Ik heb dat zo vaak. Maar ja. Komt wel goed. Je moet nog even bedenken. Ik loop denk ik even in de supermarkt. En ga kijken wat ze allemaal hebben. Maar dat komt wel wel goed. Dus het tweede bakje is gemaakt. Even alleen een beetje roeren. Koffieapparaat uit. Lekker roeren. En dan ga ik wachten tot mijn vlog klaar is. En dan ga ik hem inplannen. Ik ben daar trouwens ook benieuwd. Ik weet niet of jullie dat allemaal ook hebben gehoord van Voetbal Insight. Wat er allemaal aan de hand is. Ja, er is heel veel dingen worden besproken. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar
wat Johan Derksen zei, ik vind niet dat beledigd bedoeld is. Want mijn mening is, hij zei op de vragenmanier van, dat is Agassi, zoiets, ik weet niet wat het precies was. Maar wat vinden jullie van wat de discussie is van Voetbal Insight? Ik ben zo benieuwd naar. En toevallig zie ik het leg gezellig bij Ganya. En ik weet niet of jullie dat nog wel weten. En ik heb ook trouwens oude foto's van Ganya. Dat is ook wel leuk om te zien. Hè, Ganya? Want hoe Ganya nou gegroeid is ongelooflijk hard. Hè, manneke? Wat ben jij gegroeid heel snel, jongen. En jij hebt het ook warm, hè? Ik voel gewoon dat zijn vacht helemaal warm is. En zijn lichaam echt behoorlijk warm. Voor mij heeft hij ook al warm, hè, jongen? Maar ik hoop dat je goed gaat drinken. Ik heb net vanochtend lekker vers water voor je neergelegd. Neergelegd, nog wel. Dat is denk ik niet echt goed geweest. In je bakje heb ik vers water in gedaan. Laten we zo zeggen. Hé, Ganya? Oh, kijk dan. Je hebt ook warm, mijn jongen. Oh, jongetje, toch. Maar ja. Laat even weten in de reactie. En Ganya heeft wel vers water gegeven in die bakje daar zo achter mij. En ja, ik moet het nu vooral nu wel, moet ik even wel proberen te vaak te doen. Want doordat hij hier warm is in huis, ik denk dat ik vanavond ook even een vers bakje water voor hem neerzet. Omdat hij dan wel snel dan lauw wordt. Of ja, koud water is wel beter voor hem natuurlijk. Oh, we gaan gelijk naar zijn bakje toe. Die kan je. Oh, die gaat liggen. Ook goed. Top, Ganya. Maar ja. Ik ga daar klaarmaken om naar werk te gaan. Het is nu om 5 minuten al 12 uur. Moet ook weer gewerkt worden. En zoals jullie al gisteren hadden gezien, heb ik een wasje opgeruimd. Als ik dat vergeten te melden. Ik vergeet af en toe sommige dingen maar ook te melden. Maar zoals jullie zien, heel prachtig weer vandaag. Weet je, het leukste is, als ik de zonnescherm naar beneden heb, Zie ik mensen wel buiten, maar mensen zien me niet naar binnen. Dus ik kan het zonnescherm gewoon omhoog houden. En omhoog houden. Naar beneden houden, dat bedoel ik te zeggen. Wauw, ik kom echt niet aan mijn woorden. Dus, ja. Nu ben ik klaarmaken om daar weer naar mijn werk te gaan. Maar als ik uit mijn werk kom, ga ik voor de zekerheid nieuwe zonnebrandcreme halen. Factor 30 ook. Of denk ik dat ik één factor hoger ga doen. 35 denk ik. Want dan is de... Ja, red ik misschien niet. En het is nu dadelijk klaarmaken om naar werk te gaan. Al heb ik niet echt veel zin in, maar ja, moet wel gebeuren. Werken moet er ook gebeuren. Ik heb nou wel, daar kan ik ook gelijk over hebben. Ik heb nu meer naar mijn zin dan aan het begin. Omdat, ja, misschien door de versoepelingen. Wat ik ook ga doen is even deze powerbank opladen. Want bijvoorbeeld ik ben naar buiten, dan kan ik mijn telefoon of mijn camera of alsmaar opladen. Dus, ja, dat ga ik ook doen. Nu maar lekker even vlog van Enzo kijken. Net kan je eten gegeven, maar ik ga zelf ook natuurlijk eten. Dat is wraps met shawarma. Wat is dat tijd? Echt heel lang geleden dat ik dat heb gegeten. Dat heb ik net uit mijn werk dat gehaald. Dus ik dacht, weet je, het is tijd geleden dat ik dat heb gehaald. Ik ga dat keertje weer eten. Dus dat ga ik dan nu ook niet doen. Boter die ik bij heb. Zo. Die aan. Boter erin. Zo. En dan dopje dicht. Dicht jij. En dan eten maar. Zo. En dan wachten tot die warm is. En dan zie ik voor de rest zo. Ga ik lekker warm met peps eten. Ga ik vast wel een bordje bij pakken. Hop, wacht even deze aan de kant. Zo. En een bordje erbij. En dan ga ik na eten, ga ik, als ik niet vergeet, maar dat gaat er bij 100% gebeuren, gelijk even afwas te doen. En anders heb ik wel weer afwas staan, ik weet hoe het voor mij gaat. Vandaar, sla erbij, wrap, shawarma. En ik heb een knoflookbakje erbij.
Maar dat komt later wel. Want laat hier even in de koelkast liggen. Vet verwarmen in de magnetron. En dan eerst shawarma opwarmen. Maar dat gaat goed. Dan gaan we dat zo meteen doen. Eten heb ik nog een tijdje op. Oh, het heeft lekker gesmaakt. Mijn lekker raampje open gedaan. Ik dacht, misschien kan ik proberen om de koeling te binnen te krijgen. Ik ga voor de lol even. Ik ga even buiten voelen. Daar is. Laat ik zo meteen jullie weten hoe het buiten is. Als we hier al staan. Echt, het is ongelooflijk benauwd hier. Nu is het gewoon 28 graden hier in huis. 28 graden, mensen. Kijk maar. 28 graden. Ongelooflijk warm. Maar ja, kan niet anders. Ik moet er maar mee doen. En wat ik ook zit te doen is eigenlijk oude video's waar Toos in mijn vlogs heb gezeten even te bezoeken. En ik heb al een paar gevonden, maar niet alles. Ik denk dat we nog meer moeten zoeken, maar dat komt allemaal goed. Ik ga nu lekker klaarmaken om naar bed te gaan. Ik ben echt dood op. Ik begin in te kakken. En ik ga dus lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in groen heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Afscheid van Toos hebben we gehad, heb ik gehad. Wat een naar gevoel is dat. Wat ik ook snel ga doen is. Ja, voor de reden. En nu heb ik zitten bellen met Rick, Jasmijn. Wat ik ook weer met wie heb zitten bellen is.